dat je weer kijkt naar Molla Mee Machtes. Ik sta vandaag eigenlijk precies op de scheidinglijn van de keuken en de woonkamer. En hier achter mij staat de keuken. Nog mooi in dozen. Maar ja, dat gaat morgen allemaal uitgepakt worden en geïnstalleerd. En dan gaat die dozen, die gaan dan daar komen te staan. Of althans, de inhoud van de dozen, want daar is mijn keuken. Mijn was ook, sorry, dat had ik net even beter kunnen weghalen. Maar goed, dus het einde is in zicht. Ik kan ook nergens meer zitten, dus ik moet het dit keer ook een beetje staan doen. Wel een beetje het tegenlicht. Misschien moet ik even de gordijnen dicht doen. Dat is misschien beter. Ja, dat is misschien... Hi, dan zien jullie met me ook. Maar goed, wie is de mol? De finalisten zijn bekend. Ja, ik vind het heel leuk dat het drie dames zijn. Ook omdat het drie totaal verschillende vrouwen zijn. Ik vind het ook wel heel jammer dat Splinter het spel heeft moeten ruimen. Ik vond het toch wel een hele kleurrijke verschijning. En bracht ook heel veel humor, vond ik, in het programma. En dan net voor die finale. Ja, ik weet hoe dat is. De allereerste keer dat ik meedeed aan Wie is de Mol, moest ik ook net voor de finale naar huis. Dat is gewoon echt zuur kloten. Daar ben je zo dichtbij. Maar goed, dat is nou eenmaal ook het spel. Wat ik ook jammer vind is dat ik mijn twee mollen daarvan nog nooit iemand heb kunnen wegstrepen. Rocky natuurlijk op 1 en nummer 2 René. Daar ben ik, switch ik wel eens tussen. Maar nog steeds zitten ze allebei in die finale. Dus ik weet het oprecht niet. Want ik zit natuurlijk in die tunnel van Rocky. Maar laten we eerlijk wezen. Voor iedereen die ook op Rocky zit. Rocky heeft het eigenlijk hartstikke goed gedaan in deze aflevering. Sterker nog, ze heeft het fantastisch gedaan. Wie het niet zo goed heeft gedaan, zoals eigenlijk bijna altijd, is toch wel een beetje Charlotte. Maar ik zit helemaal niet op Charlotte. En René, die is ook wel een beetje vaag, toch ook wel in deze opdrachten. Dus ik weet het gewoon niet. Ik ben nog steeds aan het twijfelen. Het is aflevering 8, dat is niet goed. Maar goed, misschien twijfelen jullie al lang niet meer en denken jullie, Patrick, het is gewoon René. Of het is Charlotte. Of is het toch Rocky? Nou ja, goed. Laten we er eens even doorheen gaan. Drie fantastische opdrachten. En laten we gewoon beginnen met de allereerste. En dit zijn mijn verdenkingen. Ja, de eerste opdracht. Ja, wat een heerlijke. Dit is, vind ik, echt wel een soort typische mol-opdracht. Het is spectaculair, avontuurlijk. In een vliegtuigje, portofoons, een puzzel die je moet oplossen. Chaos. En het was ook een beetje chaos. Maar dat was ook eigenlijk al op de grond, vond ik, toen ze met de bus aankwamen. Want Charlotte ging daar al redelijk fout op. Oh my god, oh my god. Helemaal een soort van hysterisch. Toen dacht ik van, nou, die moet er niet in gaan, want dan wordt het niks. Dus het verbaasde me een beetje dat zij dat toch heel graag wilde doen. Snap ik, had ik ook heel graag gewild. Ik heb het één keer gedaan. Nou, dat was gewoon zo. Niet zo natuurlijk. Maar dat is wel echt hartstikke tof. Maar goed, om die opdracht goed uit te voeren, dacht ik misschien niet handig dat Charlotte op die plek gaat zitten. Wat me ook opviel, ook omdat ik natuurlijk op Rocky zit, heb ik expres gekeken, wat gaat Rocky doen? En het haar maakte het niet uit. En dat vond ik al een beetje verdacht. Ik denk, hoezo maakt het jou niet uit? Want, en als je daar goed over nadenkt, ja, op alle drie de plekken kan je gewoon heel goed mollen. Natuurlijk in dat vliegtuig, en dat zal iedereen al wel begrijpen. Maar op de grond, tijdens die portes, kan je natuurlijk ook van alles doen. Je kan met je vinger expres storing maken in een verbinding. Je kan natuurlijk in plaats van D een beetje een moeilijke B zeggen. Dus daar kan je heel veel dingen al verkeerd zeggen. Maar ook tijdens de puzzel, je kan nog heel makkelijk gewoon juist alle puzzelstukken in die end nog omdraaien. Geen hond die het ziet, want je staat daar alleen. En in het vliegtuig kan je natuurlijk ook... Ik hoor het niet! Dus ja, op alle drie de plekken kan je goed mollen. Dus waar gaat de mol? Dat maakt de mol helemaal niet uit. En de mol heeft denk ik nog een soort van gedacht van... Nou, willen jullie echt... Nou ja, dan ga ik wel. Want ja, het is natuurlijk ook wel heel sportief. Dus dat vond ik al een beetje verdacht van Rocky. Maar ja... Het ging allemaal hartstikke goed met Rocky daar in dat vliegtuig. Ze heeft al die codes goed doorgegeven. Ik dacht wel even... Oeh, we gaan er verliezen. Ze gaat oud. Want ze zat helemaal zo met de ogen dicht naar achter. En toch vond ze het hartstikke leuk. En dat vond ik ook heel typisch bij Charlotte. Die vond het ook geweldig. Nou, ik denk, nou, die is stervende. Die zat helemaal met die verkruipte. Helemaal zo in dat vliegtuigje. En dat ging natuurlijk niet helemaal goed. Nee, ja. En iedereen snapt dat ook wel een beetje. Maar René, die deed ook rare dingen. Of rare dingen. Die... zei iets en ze had maar geen contact. En toen ging ze maar door. Toen nam ze het weer terug. Dus ja, ze ging alles door elkaar halen. Dus, wie heeft er nou echt gemold? Ja,
Charlotte, René, niet Rocky. Maar waarom maakte het Rocky niet uit waar ze ging zitten? Ja, omdat het niet uitmaakt waar de mol ook zit. Maar ja, uiteindelijk heeft ze het heel goed gedaan, die opdracht. Oh god. Het wordt steeds moeilijker. Wat erg. Nou, ik snap wel waarom ik dit programma nooit heb gewonnen. Ja, de tweede opdracht was natuurlijk in het theater. Een volle theaterzaal met 200 oud-mol-kandidaten. Ik zag hem zelf ook nog zitten op de eerste rij. Ja, dat was toch eigenlijk ook wel een mooi gezicht. Zo'n 20 jaar Wie is de Mol in een theaterzaal met nog 4 nieuwe kandidaten. Erg leuk om te zien. En ja, ze moeten ons eigenlijk een beetje goed placeren. Dus ze krijgen aanwijzingen door middel van muziek. En het duurde wel lang eer dat de opdracht begon. Althans, dat zeiden ze in die biechten. Dat krijgen we als kijker niet zo mee. Maar dus dat duurde even. En toen dacht ik, oh ja, dan moet je goed in de gaten houden wie de opdracht dan begint. Want dat is vaak toch een beetje de mol, want die weet wat de opdracht is. En je wil gewoon dat zo'n opdracht start. En dat was Splinter. Ja. Dat is jammer. Ik had Splinter, die gooit het op, hè? Bloemen en haar. Dus die opent het spel, maar ja, die ligt eruit. Dus daar heb je helemaal niks aan deze aanwijzing. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Iedereen had een beetje kunnen mollen. Je ziet het niet goed, je moet foto's pakken. Maar ja, je kan heel snel gewoon eens even, als niemand kijkt, een foto omdraaien. Dat uiteindelijk dan bij die zwarte Paula dan tussen de mannen, denk ik, ja, het was ook niet de beste foto van Paula. Maar ik vond wel dat Rocky daar wel vaak liep. In die hoek. Die was een beetje in die linkerhoek en Splinter en zo, die was meer in die andere hoek. Verder heb ik in deze opdracht niet heel veel kunnen zien. Het ging wel weer over kleur. Hè? Ze moesten Man in Black, Lady in Red, meisje met rode haren. Dus kleur vind ik wel weer een soort thema wat terugkomt. Daar heb ik het al vaker over gehad. Dus ja, kleur. Ja, dan denk ik toch gewoon aan Rocky. Kleur, rainbow, regenboog, gay. Nou ja, dat is een beetje... Ik draai door, denk ik, naar deze uitzending. Maar goed, ja, dat is me eigenlijk een beetje opgevallen. En verder heeft iedereen toch wel soort van heel goed zijn best gedaan. Ja, er gebeurt dan zoveel dat je het ook niet zo heel goed meekrijgt. Maar ja, Charlotte, die veroorzaakt toch altijd een beetje chaos en onrust in haar fanatisme. In haar toch wel een beetje kandidatengedrag, wat zij dan toch wel eigenlijk altijd een beetje vertoont. Of het is gewoon een mol. Ja, nee, Charlotte is geen mol. Toch? Zitten jullie op Charlotte? Nee, nou ja, ze heeft wel heel veel geld uit de pot gehaald trouwens. Ja, maar ja, dat was vooral ook te zien in de volgende opdracht. Opdracht 3. Ja, de derde opdracht. Oh, deze was er ook om te smullen. Het rad des doods noemt Charlotte het zelf. Ja, ze mogen aan een rad draaien. Ze kunnen zelf niet zien wat ze draaien. Dat mogen ze maximaal 3 keer doen. Of tenminste, ze mogen 2 keer nee zeggen. En de laatste keer dan is het gewoon take it or leave it. En ja, je tegenstanders, die adviseert jou om iets wel te pakken of iets niet te pakken. Zonder dat ze echt zeggen van het is een vrijstelling of niet. Ja, daar gebeurde toch wel heel veel. Wat ik heel erg raar vond, is toch Rocky. Waarom is zij zo eerlijk? Waarom gun jij in deze fase van het spel iemand 2 jokers? 1 joker kan al een verschil maken of jij doorgaat of niet. En toch geef jij iemand zomaar 2 jokers. Waarom ben jij zo eerlijk? Ik snap dat niet. Misschien omdat het niet uitmaakt of iemand 2 jokers heeft, omdat jij toch al door had, omdat je de mol bent. Misschien gun jij wel mensen... Ik weet het niet. Want iedereen zit op René, en dat weet iedereen soort van denk ik wel een beetje van elkaar, dus dan ga je toch niet iemand 2 jokers gunnen? Rocky, wat is hier aan de hand? Leg het me uit, want ik snap het niet. Nee, nou wie het ook niet helemaal snapte, dat was denk ik Charlotte. Want ik denk, waarom? Ja, ik vond dat toch heel raar. Splinter die zegt eigenlijk in het begin van, ik zou het niet doen. Je hebt er niks aan, zeker niet voor de groep. Ze denkt, oh nou, dat zal dan wel min geld zijn. En ze zegt, oké, dan neem ik het. En dan is het min 2000 euro. En dan kijkt ze, oh wat erg. Oh, nou, ik dacht het is min 1000.
oh, wat min 1000 is niet erg. Is het... Hè? Je hebt al een keer 5000 uit die pot gehaald. Nu weer 2, 7000. Ja, nou ja, zij heeft echt die pot... Echt, ja, dit... Maar het is allemaal zo opzichtig dat ik denk van... Nou, dat zou de mol toch helemaal niet doen. Ja, ik vond het heel raar dat ze hier nou ja tegen zei. Ja. En dan René en Splinter. Ja, René heeft natuurlijk heel goed gespeeld. Waardoor nu Splinter gewoon uit het spel is. Ja. Ja, dat is echt zuur voor Splinter. Want dat was gewoon zijn ticket geweest naar de finale. Dat is allemaal niet gelukt. Ja... Dit was wel je moment om en ze keken ook niet van, hè, om even te checken of die persoon tegenover jou eerlijk is geweest. Kun je hem vertrouwen? Hebben ze ook niet echt gedaan. Dus ik vond dit een hele... Ik weet het gewoon niet. Ik zit hier allemaal te lullen en ik denk, ja, waar ga ik nou eigenlijk heen met mijn verhaal? Ik weet het gewoon nog steeds niet. Alles in mijn lijf zegt Rocky. Maar als ik echt eerlijk ben, in deze aflevering heeft ze ook niet zo heel veel meer gedaan. Maar misschien is de mol ook een beetje klaar. Dat ze denkt van, weet je, het spel is al gespeeld. Ik hoef eigenlijk niet meer zoveel te doen. Of misschien was ze in dat vliegtuigje even vergeten door, weet ik veel, wat er gebeurde om te mollen. Of ze is het echt niet en is het gewoon René of Charlotte. Ik weet het gewoon niet meer. Hoe zien jullie? Hoe zitten jullie daarin? Hebben jullie nog wel goed in het vizier? Zit hij ook op Rocky of zit hij toch op iemand anders? Laat het mij hieronder in ieder geval weten. Of jullie het een leuke finaliste vinden. Gisteren was ik de gast bij Moltak. Misschien heb je het gezien. En ik heb een goodiebag gekregen. En er zit deze leuke Wie is de Mol mok in. Seizoen 21. Een kleine bierpul. Hè? Maar Tsjechië is toch een bierland. Ik ga dit denk ik maar eens even verloten onder jullie. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen. Dus hou mijn Instagram. Patrick Martens Official. Ja, ik krijg het niet meer veranderd. Maar dit is Patrick Martens Official. Hou dat een beetje in de gaten. Dan ga ik dit onder jullie een beetje verdelen. Misschien doe ik dan volgende week bij de laatste vlog. De laatste mollen met macht is. Oh, dan gaan jullie ook mijn keuken zien, denk ik. Ha! Nou, dat zou heel leuk zijn. Dus mocht je deze willen, hou het dan mijn Instagram of in ieder geval ook deze vlog in de gaten. De laatste week. Dus heel veel... Nee, of nog 2 weken weten we natuurlijk pas. Maar laat in ieder geval hieronder weten wat jouw verdenkingen zijn. En dan zie ik jullie heel graag volgende week terug bij een nieuwe Mollen met macht is, aflevering 9.